Open de vergadering. Welkom allemaal op deze hele feestelijke bijeenkomst, want dat is het natuurlijk. En waar ik vandaan kom, heeft het woord feestelijk een dubbele betekenis. Het is aan de ene kant, zeg maar, het feest, vrolijk, maar het betekent ook plechtig. Het is ook een plechtige bijeenkomst en voor mij is dat ook zo. Volgens mij heeft dit, voor mij heeft dit die dubbele betekenis. Het is feestelijk, het is fijn om bij elkaar te zijn, het is mooi om te vieren. En wat staat ook in de traditie en het heeft een veel bredere betekenis dan wat wij toevallig vandaag met elkaar meemaken. Dus van harte welkom. Ook iedereen op de publieke tribune van harte welkom. Het is fijn om hier allemaal te zien. Ik nodig u van harte uit om hier vaker te komen. Er zijn vaak hele interessante onderwerpen aan de orde. We weten ze niet altijd even boeiend te brengen. Dat is iets wat ik onmiddellijk toegeef. Maar belangrijk en relevant zijn ze wel. Fijn dat u er bent. Voor ons, en dat bedoel ik eigenlijk voor ons allemaal, zoals wij hier zitten, is dit iets bijzonders. En dat betekent ook dat we nog niet zo vaak geoefend hebben, laat ik het zo maar zeggen. Dit is voor mij de tweede keer dat ik een raad mag installeren. En ik herinner me nog dat ik de eerste keer allerlei fouten heb gemaakt. En die probeer ik dit keer niet te maken. En de griffier heeft ook weinig ervaring met deze raad, namelijk evenveel als ik. Dus we gaan ons best doen. Wat heel spijtig is dat de heer Schrijver vandaag niet aanwezig kan zijn. Dat is echt vervelend. Dat is vanwege gezondheidsredenen. De heer Schrijver heeft een oogoperatie ondergaan vandaag. Dat is goed gegaan. Hij is op weg naar huis. Maar hij moet zich echt heel erg rustig houden. Om dat te laten herstellen. De heer Van Leeuwen weet precies over wat voor soort operatie we hier hebben. En hij moet gewoon even zichzelf in acht nemen. Dus we missen hem vandaag, maar dat halen we absoluut nog in. Het is goed dat u weet, ik vind het altijd wel heel interessant om je dat te realiseren. U bent gekozen, dat is de eerste stap. En daarna bent u toegelaten tot de raad, dat is de tweede stap. Maar uiteindelijk kunt u pas raadslid zijn, of als raadslid functioneren, op het moment dat u ook de eed heeft afgelegd, ofwel de gelofte. En voor de heer Schrijver betekent dit gewoon dat dat op een later moment moet gebeuren. Maar voor u is dat vanavond allemaal aan de orde. Ik zou graag de agenda willen vaststellen. Bent u akkoord met de agenda? Dat lijkt me prettig. Algemene stemmen. Agenda vastgesteld. En dat is misschien ook aardig voor de publieke tribune. Ik zal u vanavond af en toe toespreken, net doen alsof ik het tegen u zeg, maar ik zeg het eigenlijk tegen al die raadsleden die ook niet weten waar het over gaat. Dit is een bijzonder ding. Dit is een raadshamer. En op het moment dat je erop slaat, het is net als met schaken. Weet je wel? Als je het stuk hebt aangeraakt, dan moet je hem spelen. En zo is dat bij ons eigenlijk ook zo. Op het moment dat die klap gevallen is, is het besluit genomen. Ik heb hem wel eens een keer te snel geslagen. Maar het is de symboliek. Klap erop, klaar. En daar komt ook dat spreekwoord vandaan. Klap erop en het is klaar, het is gezegd en gedaan. Dus bij elk besluit, hoe onnozel ook, klap ik met die hamer op dat blokhout. Naar agenda punt 3, als dat mag. En dat is de installatie van de raadsleden. En daarvoor verplaats ik mij naar het katheder. Dames en heren, de eed en de gelofte is een... hoe moet ik dat zeggen? Daarmee plaats je jezelf in een positie die je vrijheid beperkt. In feite is dat wat je doet. Op het moment dat je de eed of de gelofte aflegt, op dat moment beslis je om te spelen volgens de regels van dit spel. En dit spel heeft een naam. Dit is de manier waarop we dat met elkaar doen. En je geeft eigenlijk aan dat je er niet bent voor jezelf en ook niet voor één burger, maar dat je altijd de verantwoordelijkheid hebt om dat wat je beslist of dat wat je nalaat om te beslissen, om daarover verantwoording af te leggen aan iedereen. Dat is in feite de essentie van de eed en de gelofte.
zonder last of rugspraak. Jij bent verantwoordelijk voor dat wat je hier doet of nalaat om te doen. Er is geen excuus. Het gaat altijd om jou. Je mag deel uitmaken van een partij. Je mag deel uitmaken van een traditie. Je mag deel uitmaken van een gemeenschap. Uiteindelijk, aan het eind van de dag, heb je zelf verantwoording af te leggen. Zonder last of rugspraak. Dat is heel mooi. Want aan de ene kant belemmert je dat. Want je kunt niet spelletjes spelen. Nee. Ja, je kunt het misschien wel doen. Maar dan handel je tegen de eed of de gelofte in. Die kant belemmert het. Aan de andere kant geeft het je enorme vrijheid. Want je mag altijd naar je geweten luisteren. Dat is in feite wat de eed, de gelofte zegt. Ik wou je dat meegeven. Het tweede wat ik u wil meegeven is de misvatting bij menigeen, vooral degene die toetreden tot dit gezelschap, de misvatting dat de raad het hoogste orgaan zou zijn. Dat is in zekere zin is dat waar, maar op een bepaalde manier ook weer niet. Want het hoogste orgaan zou veronderstellen dat je almacht hebt. Dat je mag beslissen en dat er altijd gehoorzaam wordt. En ik moet u teleurstellen, dat is niet zo. Je mag zeker beslissen over begrotingen. Je hebt het begrotingsrecht. Maar uiteindelijk hebben we een hele bijzondere situatie in Nederland, in ons stelsel. En in die situatie wordt er iedere keer weer voor gezorgd dat macht geconfronteerd wordt met tegenmacht. Dus als u regelmatig tegenmacht zult ervaren vanuit de ambtelijke organisatie, moet ik u nu al vertellen dat dat de essentie is van ons stelsel. Want ook die ambtenaren hebben een eed afgelegd. En die moeten ons adviseren, het college en u, onafhankelijk. Ook zij moeten u vertellen wat zij vinden, niet wat u wilt horen. Dat is een hele interessante oefening. Ik kan u vertellen, vooral bij wethouders is dat in het begin een hele interessante oefening. Maar ook deze burgemeester heeft er wel eens last van gehad. Dat hij dacht, ik ben het er niet mee eens. En dat zo'n ambtenaar je aankeek en zei, nee hè. En dat was het dan. En dat is het mooie aan dit werk. Eén, je hebt een eed, je mag altijd luisteren naar je geweten. Die ruimte en vrijheid heb je. En aan de andere kant, er zal altijd tegenmacht zijn. Op alle plekken. En dat is geweldig. Dat we dat met elkaar zo georganiseerd hebben, is fantastisch. De consequentie daarvan is dat het soms niet gaat zoals u wilt. Zo, daar kan ik verder geen nuancering op aanbrengen. De consequentie is dat het gewoon vaak niet gaat zoals u wilt. Maar het gaat wel vaak zoals het moet. En dat is soms wel eens een keer wat anders. Dat wilde ik u zeggen. De griffier en ik hadden dat voorbedacht. Ik lees de eed voor. En daarna vraag ik aan degenen die aangegeven hebben de eed te willen afleggen. Vraag ik om op te staan, achter hun stoel te gaan staan. En dan het antwoord te geven, zoals dat bedoeld is, zo waarlijk helpen mij, God almachtig. Daarna mag u gaan zitten, want dan bent u echt toegelaten. Datzelfde doe ik vervolgens met de verklaring. En dan bent u allemaal binnenboord. Zou ik het graag willen doen. En dan begin ik, als het goed is, met de eed. Ik lees die één keer voor. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik de heer Dankelman uitnodigen? Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Welkom. In ons gezelschap. Mevrouw Haarman, mag ik u uitnodigen? Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dank u wel. Mag ik mevrouw Lasje Visser uitnodigen? Dank u wel.
Mag ik de heer Massier uitnodigen? Welkom in ons midden, meneer Massier. Mag ik de heer Nijkamp uitnodigen? Dank u wel. Mag ik de heer Pessink uitnodigen? Mag ik de heer Raamaker uitnodigen? Mag ik de heer Ruitenberg uitnodigen? Mag ik de heer Uitslag uitnodigen? Dank u wel. En mag ik tot slot de heer Veldman uitnodigen? En mag ik mevrouw Schiphorst uitnodigen? Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Dan ga ik over tot de verklaring. En ook die lees ik voor. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. En ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Broeren, mag ik u als eerste uitnodigen? Dank u wel. Mevrouw Eilert. Dank u wel. Welkom terug in ons midden. Mevrouw Kappert. Dank u wel. De heer Klein-Koerkamp. De heer Van Leeuwen. Dat verklaar en beloof ik. De heer Van Lente. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Ramerman. Meneer Schuurman. Verklaar en beloof. En meneer Veldhuis. Verklaar en beloof ik. Dank u wel, meneer Veldhuis. En daarmee is de raad op de heer Schrijvenaar compleet. Ik wens u heel veel succes. Ik wens u ook veel vreugde. Ik wens u veel collegialiteit. En u mag dadelijk uw eerste klusje doen, namelijk de presentielijst tekenen. Dan hebben wij diverse benoemingen te doen, maar ik mag, als ik het goed heb, terug naar mijn plekje. Dames en heren, daarmee is de presentielijst getekend. Dat betekent dat u besluiten kunt gaan nemen. Maar voordat ik dit agendapunt weghamer, denk ik dat het goed is om er echt bij stil te staan dat het nu echt zover is. U heeft die presentielijst getekend, u bent er, u mag besluiten nemen. Ik vind dat een applaus waard. Dank u wel. En dat was agendapunt 3. Agendapunt 4,
Diverse benoemingen na verkiezingen. Dit onderwerp is natuurlijk al voorbesproken in de afgelopen dagen, dat begrijpt u ook. Ook hier weer voor de publieke tribune. We hebben een soort huishoudelijke commissie die zorgt dat de agenda... daar hebben we juist de agendacommissie voor. Maar we hebben een presidium, dat is een soort huishoudelijke commissie. En allerlei praktische zaken, zoals iPads en allemaal dat soort dingen. Hoe stukken worden aangeleverd. Daar praten de fractievoorzitters van de verschillende partijen maandelijks met elkaar over. Dus in die zin is deze vergadering wel voorbereid. En er ligt hier een voorstel op tafel. Het voorstel is om te benoemen. De heer Nijkamp tot plaatsvervangend voorzitter van de raad. Mevrouw Schiphorst tot voorzitter van de raadscommissie. En de heer Klein-Koerkamp als voorzitter van de raadscommissie. En het tweede voorstel is om te benoemen tot lid van de raadscommissie. En hier gaat het eigenlijk om mensen die de raadsleden mogen vervangen. Niet tijdens de raadsvergadering, maar wel tijdens de commissievergaderingen. En de commissievergaderingen zijn eigenlijk de vergaderingen die twee keer per maand gehouden worden om de raadsvergadering zelf voor te bereiden. Dus het zijn eigenlijk een soort raadsleden die geen besluiten mogen nemen. Maar voor de rest wel alles mogen. En dat is fijn dat we die hebben, want die kunnen de bestaande fracties in hun werk ontlasten. En daar is vaak grote behoefte aan. In ieder geval twee te benoemen tot lid van de raadscommissie. De heer, en dan moet ik even mijn bril opzetten, de heer Borgelt van de VVD en mevrouw Jansen van de VVD, de heer Jutte van Gemeentebelangen, de heer Kouwe van het CDA en de heer Smalbraak van D66. Nu moeten we een commissie voor de geloofsbrieven in het leven roepen, want het gaat hier om persoonlijke benoemingen. Persoonlijke benoemingen vinden altijd in een stemming plaats. En dat is gewoon echt een ouderwetse stemming. Op papiertje moet je schrijven voor of tegen. Dus dat gebeurt altijd in het geheim. Een verkiezing van een persoon. En dat proces moet worden begeleid. En nu zijn wij zo vrij geweest om alle personen in één keer op één briefje te zetten. De raad mag vragen om een schriftelijke stemming voor alle individuele kandidaten voor de aangegeven functies. Dat mag u. Dat zou betekenen dat we 7 stemmingen gaan houden. Iemand niet? U vindt het goed dat we het gecombineerd doen? Ik moet u dat wel vragen. Dus dat gaan we dan doen. Dan hebben we een commissie nodig die dat begeleidt. En daarvoor, en ook dat is weer van tevoren bedacht, daarvoor stellen wij voor, als u het goed vindt, de heer Ramaker, mevrouw Rameman en mevrouw Lasje. Het is hun taak vanavond om de stemmen te tellen. En ook hiermee moet u instemmen. Vindt u goed dat, het gebeurde al zie ik, u vindt dat akkoord? Oh ja. Ja, de griffier wijst me erop dat ze ook eerst moeten bekendmaken dadelijk of de commissieleden überhaupt benoembaar zijn. Of de geloofsbrieven akkoord zijn bevonden. Dus de commissie doet een dubbele taak en de griffier gaat me zeggen dat ik nu nog iets vergeten ben. En dat is? Mevrouw Rameman die dat advies van de commissie moet voorlezen. Nou, dat was een overbodige, vind ik. Jij moet het voorlezen. Ja. Oh, nu al. Neem me niet kwalijk, ik was niet overbodig. Mevrouw Rameman moet nu al voorlezen de conclusie van de commissie van de geloofsbrieven. Mevrouw Rameman. Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de gemeentewet en reglement van orde gevonden stukken, ingezonden door de heer Borgelt van de VVD, mevrouw Jansen Schijf van de VVD, de heer Jutten van Gemeentebelangen, de heer Kouwen van het CDA en de heer Smalbraak van de D66, rapporteert de raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovenhoudende bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie concludeert dat de kandidaten aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen en daarmee benoembaar zijn als commissielid van de gemeente Dalfsen. Mevrouw Rameman, dank u wel. Dan schors ik de vergadering.
En voor degenen die het stembriefje nog niet hebben ingeleverd, nu doen. Schors ik de vergadering en dan wachten we de uitkomst af. Schorsing. Ik pak een beetje 10 minuten. Ik adviseer u om in de zaal te blijven. Geachte leden van de raad, dames en heren. We starten een nieuwe periode. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder geschiedenis. We komen ergens vandaan. En er is hard gewerkt in de afgelopen jaren. Door uw voorgangers. Door het college, door ambtenaren. Door een heleboel mensen in deze gemeente en gemeenschap. Om een heleboel zaken te realiseren. En het is gebruikelijk dat het college, de ambtelijke organisatie, want we maken dat samen, aan de nieuwe raad wat we noemen een overdragsdocument geven. En in zo'n overdragsdocument doen we eigenlijk twee dingen. Het eerste wat we doen is verantwoording afleggen over die afgelopen 4 jaar. Want er is ooit een keer een coalitieprogramma geschreven en overigens ook een raadsagenda opgesteld. Laat ik het zo maar formuleren, vind ik een veel mooier woord dan een raadsdocument. En daarmee is een opdracht gegeven aan het bestuur en een ambtelijke organisatie van deze gemeente. En in die 4 jaar probeer je die opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. En daarover leggen we nu verantwoording af. Dat vindt u terug in de bijlagen van het raadsdocument. In de bijlagen van het overdragsdocument. Omdat wij zelf dachten dat wat je gedaan hebt is natuurlijk belangrijk. Moet je verantwoording over afleggen. Maar je wilt ook een nieuwe raad iets meegeven. En het overdragsdocument gaat eigenlijk niet over wat we gedaan hebben, maar wat we u mee willen geven. Ik reik dadelijk aan de 4 fractievoorzitters een exemplaar uit. We hebben ze niet voor u allemaal geprint. Want omdat we namelijk heel duurzaam moeten worden, leek ons dat gewoon niet verantwoord. Maar 1 exemplaar voor in de kast, dat is misschien wel handig. Ik wil kort iets zeggen over dat overdragsdocument. Ik wil kort iets zeggen over die bijlagen. U zult die straks lezen. En dan Ik voel eerlijk gezegd best wel een beetje trots als ik dat lees, dat overdragsdocument. Het kan zijn dat we alles wat we verkeerd gedaan hebben iets minder goed hebben opgeschreven dan alles wat we goed gedaan hebben. Het zal niet helemaal waardevrij zijn gemaakt, maar de gemeente staat er echt goed voor. Over de volle breedte staat er de gemeente goed voor. We staan er financieel goed voor. We staan op allerlei domeinen die voor burgers ongelooflijk belangrijk zijn, staan we er ook goed voor. Het sociaal domein scoort gewoon goed. Veiligheid scoort goed. Ik noem maar even 2 punten. En we hebben heel veel prijzen weggehaald de afgelopen jaren. Prijzen moet je altijd relativeren, vind ik zelf. En je moet ook zeker niet het werk doen om de prijs te halen. Want voordat je weet doe je dat verkeerde. Namelijk voor de prijs en je moet het voor de mensen doen. Maar het zegt wel iets over wat er in de afgelopen jaren gepresteerd is. Dat we dat hebben kunnen doen, heeft ook alles te maken met het feit dat wij in de afgelopen jaren een gemeente ontvangen hebben die er goed voor stond. Mijn verzoek aan u is om straks een gemeente door te geven die er goed voor staat. Dat is waar het om gaat. Onze prestaties waren niet gering, maar alleen maar mogelijk omdat anderen ons daartoe in staat stelden. Ik wil kort iets over dat overdragsdocument zeggen. Heel kort. We hebben daar als titel voor gekozen: een sterke gemeente in een veranderende wereld. Omdat dat 2 uitgangspunten zijn die in ons denken de afgelopen tijd bij voortdurend centraal hebben gestaan. Ja, we zijn een sterke gemeente. We willen dat ook zijn. Voor het huidige college geldt dat ze vindt dat we dat ook bij voorkeur als een eigenstandige gemeente zouden moeten proberen vol te houden in de komende jaren. Omdat daar grote voordelen aan zitten in termen van nabijheid, in termen van betrokkenheid. Je zou bijna kunnen zeggen in termen van niet alleen maar professioneel, maar juist ook gewoon menselijk handelen in relatie tot burgers. Maar gelijktijdig ook die sterk veranderende wereld waar je wel mee moet kunnen dealen, waar je wel mee om moet kunnen gaan. En als u het overdragsdocument leest, dan zult u zien dat het huidige college ervan overtuigd is dat het kan, maar ook tegen u zegt dat als u wilt dat het zo goed blijft als het is, dat er dan verrekte hard gewerkt moet worden. Het zal niet vanzelf gaan. Want de veranderingen in de wereld om ons heen zijn echt fenomenaal.
Als je kijkt naar de ontwikkeling in het sociaal domein. De verantwoordelijkheid die naar gemeentes is toegekomen. Maar niet alleen maar de verantwoordelijkheid, maar ook de andere manier van denken en werken. De veiligheid van het protocol zijn we vaak kwijt. En steeds vaker is het nodig dat je zelf de beslissing neemt. Dat geldt niet alleen maar voor het sociaal domein. Exact diezelfde ontwikkeling is gaande als het gaat om het ruimtelijk domein. Kijk naar de omgevingswet en alles wat daarmee samenhangt. Dat zijn niet alleen maar technische vraagstukken. Maar het zijn vraagstukken van bestuurscultuur. En van betrokkenheid. En van posities en rollen van burgers in dat soort processen. Heel spannend. Om daar een goede vorm in te vinden in de komende jaren. Datzelfde geldt voor duurzaamheid, leefbaarheid. Ook daarvan zeggen we dat onderwerp is complex. Maar ook fenomenaal belangrijk. En zeker gezien het feit dat vandaag dat de historische besluit is genomen om naar nul te gaan in Groningen, geeft aan dat dit geen hobby meer is van een enkeling. Dit is heel simpel een opdracht die je hebt uit te voeren. En als je hem niet uitvoert, creëer je chaos. We zullen het echt moeten doen en we zullen het goed moeten doen. En dat alles binnen een financieel perspectief, wat ervoor zorgt dat deze gemeente niet te maken krijgt met allerlei wisselende bezuinigingsoperaties. Dat er sprake is van enige continuïteit. Maar ook dat de lasten voor onze burgers op een aanvaardbaar niveau blijven. Het gaat heel goed. En ik vind de komende jaren buitengewoon spannend. En ik wil u eigenlijk die boodschap meegeven. Het gaat goed. Net goed. Hou hem vast. Maak de goede keuzes in de komende jaren. En durf daarbij ook gewoon soms over uw eigen schaduw of over uw eigen verleden heen te springen. Dat is wat ik u graag wilde meegeven. 6 exemplaren. Ik geef ze u straks, want anders moet ik een rondje lopen. Dat vind ik even niks. Ik vind het zelf persoonlijk een geweldige uitdaging die er in de komende jaren naar u toe komt. En ik zal ook met heel veel vertrouwen over enige tijd, ook op enige afstand, zal ik naar u kijken. En ik weet dat het goed zal zijn. Dat waren mijn beschouwingen. Maar nu is het gebruikelijk dat ook de fractievoorzitters de ruimte krijgen om dat te doen. En daarvoor geef ik als eerste het woord aan de heer Ramaker van Gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Nou, de beschouwingen op de verkiezingen van Gemeentebelangen. De gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer op. En elke 4 jaar is het toch weer een spannend gebeuren die veel extra inzet vraagt van een ieder. We hebben de indruk dat er meer campagne is gevoerd dan andere jaren, met wat meer rivaliteit tussen de partijen. En dat gebeurde voorgaande periodes niet. En dat is eigenlijk ook niet onze manier van werken. We gaan uit van onze eigen kracht. Maar al met al, voorzitter, kunnen we tevreden zijn over de campagne en de ondersteuning van de Griffie, maar ook de afdeling communicatie. Een compliment voor hen is daar op zijn plaats, want ze hebben ook zeker meegewerkt aan de hogere opkomst in onze gemeente. Dit jaar, of deze keer, deden maar liefst 7 partijen mee aan de verkiezingen in Dallassen. De Libertarische Partij was nieuw met lijsttrekker Vincent Oosterveen. Dit gaf toch weer een andere dimensie aan de hele campagne. Het is altijd zo dat elke stem telt. Maar deze verkiezingen bleef dat wel heel erg belangrijk. En bij het verdelen van de laatste restzetel bleken de verschillen zo klein dat afgelopen vrijdag een extra controle nodig was van het Centraal Stembureau. Na deze controle bleek dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Toch stond er zichtbaar spanning op de verkiezingsuitslag en maandagavond werd dan ook onder aanvoering van het CDA door middel van een motie een hertelling aangevraagd. En zoals we allemaal weten heeft deze dinsdag plaatsgevonden. Onder toezicht oog van burgemeester Noten in zijn rol als hoofd van het stembureau, maar ook onder toezicht oog van de griffier als zijn plaatsvervanger. En 40 ambtenaren hebben hier ook aan meegewerkt. Alle stembiljetten zijn opnieuw bekeken en geteld. Een zorgvuldig verlopend proces. Hartelijk dank daarvoor. Ook spreek ik hier nogmaals dank en vertrouwen uit aan al die vrijwilligers die op woensdag 21 maart de stembureaus hebben bemand. Dinsdagavond, na de schorsing, konden we dan ook definitieve uitslag bekrachtigen. Met aansluitend een heel bijzonder afscheid van onze oude gemeenteraad. Met persoonlijke woorden van onze raadsvoorzitter, burgemeester Noten. Jammer was dat we Jan Rooijakkers, Aalt Westerman en Peter Meijering niet persoonlijk de hand konden drukken. Maar dat zullen we ongetwijfeld nog op een ander moment doen. Het was bijzonder mooi om te horen dat de vertrekkende raadsleden de samenwerking in onze gemeente Dalsen typeerden als een groot goed. Iedereen heeft het beste voor met onze gemeente.
De verschillen zijn klein en de betrokkenheid is groot. Voorzitter, we zijn geluksvogels dat we in deze mooie gemeente Dalfsen mogen werken. We gaan ervoor de komende raadsperiode met de hele raad en we gaan er met frisse moed in gaan. En ik wens daarbij iedereen heel veel succes. Ik dank u wel. Meneer Ramaker, dank u wel. Mag ik het woord geven? Ja, dat mag best. Mag ik het woord geven aan mevrouw Rameman van het CDA? Dank u wel, voorzitter. Met de beëdiging van de nieuwe raad komt een einde aan een toch wel lange en intensieve verkiezingsperiode. Met name de afgelopen dagen hebben we ervaren als spannende, maar vooral bijzondere dagen. We kijken dan ook met gemengde gevoelens terug. Namens de CDA-fractie wil ik de organisatie bedanken voor het organiseren van de verkiezingen en in het bijzonder de organisatie van de hertellingen. Het heeft niet geresulteerd in een verandering van zetels of kandidaten, hoewel de verschuiving van het aantal stemmen per persoon ons bevestigt dat de motie om te hertellen niet voor niets is geweest. Het had zomaar anders uit kunnen pakken. Ik wil gezegd hebben dat we nooit getwijfeld hebben aan de inzet en integriteit van alle tellers, maar het is en het blijft mensenwerk. Wat ons betreft mag digitaal stemmen morgen weer worden ingevoerd. En ik denk ook dat vele tellers dit met ons eens zijn. Wij willen alle partijen complimenteren met de gevoerde campagnes en feliciteren met het behaalde resultaat. Hierbij wil ik de PvdA nog extra feliciteren met 100% groei. Van 1 zetel naar 2 zetels in de raad, proficiat. De CDA-fractie gaat er de komende 4 jaar met 5 raadsleden voor de volle 100% tegenaan. Zoals u van ons gewend bent, op proces en inhoud. Met als belangrijkste thema's het sociaal domein, net ook al genoemd door de heer Noten, gezondheid, duurzaamheid, ook genoemd, en de financiën, want dat is het gevolg ervan. Kortom, wat ons betreft, primair in mensen en secundair in stenen. De onderhandelingen zijn gestart. Wij gaan ervoor om ook de komende 4 jaar verder te bouwen aan onze mooie gemeente Dalfsen. Dit alles voor onze kinderen. Tijdens de campagne hebben wij de burgemeester een brief aangeboden voor een luisterende gemeente. Dit thema is voor ons belangrijk. Wij zullen hier de komende periode continu aandacht voor vragen. Wij denken hierbij aan de betrokkenheid van inwoners, bijvoorbeeld bij het coalitieakkoord en het geven van meer eigenaarschap aan inwoners op voor hun belangrijke onderwerpen. Tot slot, voorzitter. We gaan een nieuwe raadsperiode tegemoet. We willen iedere fractie, het college, de burgers en alle betrokkenen een mooie periode met goede resultaten toewensen. Een goede samenwerking met elkaar voor de gemeente Dalfsen is van groot belang. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hamer. Dan mag ik het woord geven aan de heer Nijkamp van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan iedereen die heeft meegeholpen met de organisatie van deze verkiezingen. Er zijn nog nooit zoveel stemmen geteld in Dalfsen. En zeker, we zijn blij met opnieuw een hogere opkomst. Je zou eruit kunnen afleiden dat de inwoners de lokale politiek steeds belangrijker gaan vinden. Het meedoen van de Libertarische Partij is deze keer een markant feit en laat het functioneren van de democratie zien. Respect voor de inzet van Vincent Oosterveen, al kun je onderling wel maximaal verschillen op inhoud. Dan de uitslag van de verkiezingen. Geen aardverschuivingen in Dalfsen. We kijken vaak alleen naar de verdeling van de zetels, maar vanavond toch ook naar de percentages en de beweging hierachter. De grootste procentuele stijging is te vinden bij de VVD. Vervolgens een gelijke groei bij de PvdA en de ChristenUnie. En ik kan u verzekeren dat we als ChristenUnie erg blij zijn met de winst, en zeker ook omdat we steeds dichter bij die vierde zetel komen. Lokaal geworteld en een gezonde groei. Soms voel je je ook een geluksvogel. Maar de vraag is of het alleen geluk is. D66 stabiel. Dan de beide coalitiepartijen die beide toch een verlies noteren. Het CDA kostte dit, zoals gezegd, ook de zesde zetel. We feliciteren de PvdA met de extra zetel en gemeentebelangen met het behoud van 9 zetels. Knappe prestaties, al moest het wel uit de restzetelverdeling komen. Ja, en als we het dan over een geluksvogel hebben, dan hebben we het toch ook wel echt over gemeentebelangen. Ze hebben vele kleine geluksvogeltjes uitgedeeld. Tenminste, wij hebben er één in de bus gehad en ik denk velen met ons. Maar de verdeling van de restzetels, met de verdeling van de restzetels moet je toch wel haast concluderen dat de grootste gelukvogel
de heer Raamaker is. En daarom heb ik ook voor vanavond een cadeautje voor hem meegenomen. Die zal ik straks aan hem overhandigen. Dat is echt een behoorlijke geluksvogel, zeg maar. Maar wat betekent deze uitslag? Ik noem twee betekenissen die wij vanuit de ChristenUnie eraan toekennen. 1. Het continueren van de coalitie van de afgelopen 4 jaar is niet vanzelfsprekend. En 2. De ChristenUnie is opnieuw bereid om bestuurlijk verantwoordelijkheid te dragen. Voorzitter, ik sluit af. Het traject van informeren en formeren is gestart. Wie straks in het college komen, gaan we hopelijk snel met elkaar duidelijk krijgen. Maar voor iedereen geldt, ook voor op de tribune, dat er dit jaar een tweede kans is om in het college te komen. Immers, word je geen wethouder, dan kun je altijd nog solliciteren voor burgemeester van onze mooie gemeente. Dank u wel. Dank u wel, meneer. Het is heel moeilijk om niet te reageren. Maar ik kan het wel. Ik geef het woord aan de heer Broer van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Kijken of we dat vol kunnen houden. Even kijken. Ik wil graag beginnen met te zeggen dat ik de campagne als een feest heb ervaren. En ik heb dat al enigszins gezegd, ook op tijdens de uitslagenavond. Maar er is inderdaad gerefereerd van er is misschien meer campagne gevoerd dan we gewend waren. Maar ik heb vooral een inhoudelijk sterke campagne gezien van een aantal partijen. We hebben elkaar bestreden zoals het hoort op de inhoud. We hebben mooie debatten gevoerd in verschillende gremia. En het was altijd vriendelijk. We hebben op inhoud, ik vind het heel terecht, zoals ook nog even Vincent Oosterveen wordt aangehaald. Ik heb dat ook gewaardeerd, hoe hij zich in heeft gezet. Je moet het maar doen. Ik bedoel, als ik zie, ik heb een partij achter mij staan. Nou, daar zit een deel. Maar als je dat zomaar vanuit het niets moet gaan doen, chapeau. En ik sluit me helemaal aan bij de woorden van de ChristenUnie. Inhoudelijk stonden we mijlenver uit elkaar. Hè? Wij, ik en de Libertarische Partij, wij en de Libertarische Partij. Maar ik heb er respect voor. En ik heb respect voor ons allemaal zoals we hier zitten. En ook op de tribune zitten een heleboel vrijwilligers die zich voor welke partij dan ook hebben ingezet. En dat vond ik zeer fijn om mee te maken. Dan wil ik ook de gemeente bedanken. En dan meer in het specifiek Dalfse Kiest. En Dalfse Kiest is voor iedereen natuurlijk een wat abstract niveau. Of een abstract begrip misschien. Mensen zien dat op namen staan of op posters. Maar dat is de campagne van de gemeente, zeg ik maar even als ik zover mag zijn. Om de opkomst optimaal te maken. En er zijn toch wel 2 mensen die ik even wil bedanken. En die ene zit daar, dat is de griffier. En die voelde hem al aankomen volgens mij. En de andere is Linda Westkamp, als ik het goed zeg. Dat zijn 2 mensen die hebben zich heel erg hard ingespannen. En ik vind dat we op een innovatieve manier, hè, we hebben een app gelanceerd, waarvan ik hoop dat we in de toekomst, aansluitend op het verhaal van het CDA over burgerbetrokkenheid, dat we daar meer mee gaan doen. Zo hebben we een aantal elementen gehad in de campagne waar ik me echt mee vermaakt heb, laat ik het zo zeggen. Dat wat betreft Dalfse Kiest, dank daarvoor. Dan wordt er denk ik van mij ook verwacht dat ik een duiding van de uitslag geef. En het zal jullie niet verrassen en dat ik toch ook even wil beginnen bij onszelf. Want dat is toch denk ik ook de opvallendste. Toen ik heb dat ook geschreven in een stukje wat ik op Dalfsen net heb gezet. Toen ik hier de avond naartoe reed, toen, en dat merkten sommigen van jullie ook wel aan mij. Ik ben niet zo snel heel zenuwachtig, maar ik was enorm zenuwachtig. En dat had natuurlijk te maken met de berichten die landelijk bij mij binnenkwamen via de WhatsApp uit Utrecht en Amsterdam en weet ik het allemaal. Waar we soms gehalveerd of zelfs 2/3 eraf ging. En ik ook nog even de landelijke uitslag van een jaar geleden in Dalfsen in mijn achterhoofd had. En ik me toch wel eerlijk gezegd wat zorgen ging maken. Ondanks onze goede campagne, ondanks alle goede geluiden die ik op straat had gehoord, die ik overal had gehoord. Maar het mocht anders zijn. De uitslag was voor ons, en zo voelt het dus ook, als je zo tegen een landelijke trend ingaat, als een hele grote overwinning. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben daar heel erg dankbaar voor mijn eigen campagneteam. Nou, een deel zit daar. Uiteraard José. Maar ik wil ook Johan Wildvank, wil ik toch nog even benoemen. Want het is niet het gebruik bij een afscheid dat de nieuwe raad daar iets over zegt. Maar ik vind toch dit even het moment om te zeggen dat wij het afgelopen jaren echt een klasbak als raadslid hebben gehad. En dat hoor je wel terug op straat als je campagne aan het voeren bent. Dus dat helpt nogal. Dus dank Johan, wat mij betreft.
Goed, dan ga ik toch echt naar verder naar de duiding. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk door iedereen al gezegd, wij zijn behoorlijk gegroeid. Ik wil ook echt de VVD feliciteren. Ik heb dat ook al eerder persoonlijk gedaan. Want ik vind het toch knap, en dat mag ook gezegd worden, denk ik, waar jullie vandaan kwamen qua hoeveelheid stemmen en waar je nu staat. Dat is gewoon een prestatie. Ik wil gemeentebelang uiteraard feliciteren, want de koppositie houden. Er komen is vaak te doen, maar er blijven is een zware. En jullie hebben dat toch voor elkaar geborst. Nou, terecht ook gezegd, de ChristenUnie zit ook dicht bij, ook een goede winst gemaakt, dicht naar de vierde. Felicitaties daarmee. En ik wil toch even afsluiten met het CDA. D66 is er niet, D66 is gestabiliseerd. Het CDA, wij weten hoe het voelt. En dat hebben we ook al eerder natuurlijk aan jullie doorgegeven. Het is gewoon heel vervelend. En de ene keer valt u de goede kant op. En de andere keer valt u de verkeerde kant op. Nou, bijna alle partijen hier hebben dat al een keer meegemaakt. Wij nog vrij recent. Ik ben heel blij dat dat voor ons hersteld is. Goed. Dus dat wat betreft de uitslag. En dan gaat het erom van hoe zien wij onze eigen positie. En ik wil daar inderdaad wel even aansluiten op het laatste verhaal van de ChristenUnie. Wij voelen wel een punt van morele winst. En daar zit ook wel in dat wij als Partij van de Arbeid gewend zijn om als er onverantwoordelijkheid gevraagd wordt, dat wij die leveren. En dat wij er zijn als het nodig is. En wij hebben kwaliteit in de aanbieding. Ik heb net al even wat gehint op iemand die wij hoog hebben zitten. Dus hoe het ook loopt, we gaan daar nu in, een formatie. Wij zijn beschikbaar voor Dalfsen, voor de Dalfsenaren. Of dat nou oppositie wordt of coalitie, we zullen het gaan zien. Dank iedereen. Dank u wel, meneer Boeren. En ik geloof dat de heer Nijkamp er ook op wist dat procentueel de VVD de grootste winnaar was van de verkiezingen. En dan is het ook passend dat u als laatste het woord krijgt, meneer Veldhuis. Dank u, voorzitter. Ja, de afgelopen weken hebben voor ons natuurlijk, net als u allen hier zo, in het teken gestaan van intensief campagne voeren. En dat is gelukt, want ik mag hier zitten. Daar zijn we natuurlijk heel trots, ben ik daar al om. Maar wel vraag ik mij af of het thuisfront nog wel op mij gestemd heeft. Gezien al de tijd dat ik afwezig was en alleen maar op campagne waren. En dat geldt denk ik voor meerdere personen hier. Want ze hadden natuurlijk geen idee meer wie ik was. Nou, daarom heb ik mij afgelopen week maar even weer thuis voorgesteld. Dat ik toch wel degene was die ook daar thuis woont. Maar nu de verkiezingen. Als eerste feliciteer ik bij deze iedereen in deze arena met het behaalde resultaat. PvdA natuurlijk met het fantastisch mooie resultaat met de verdubbeling van het aantal zetels. Gemeentebelangen met het behoud van de 9 zetels. Er is veel over gezegd, ook door de ChristenUnie. Dat is natuurlijk in ieder geval een goed resultaat. De ChristenUnie ook natuurlijk met het behoud van de huidige 3 en waarschijnlijk op weg misschien wel naar een 4e. Het CDA, natuurlijk is dat even hard gelach geweest op de avond zelf. Maar ik denk dat jullie vanzelf ook wel weer zullen herstarten. Maar ja, wij zijn er ook nog. En wij gaan ook groeien. En we hebben nog steeds 21 zetels. Dus ja, hoe dat nou precies gaat lopen, dat weet ik nog niet. Maar het is een officieel moment vandaag. De VVD kijkt terug op goed verlopen verkiezingen. Wij danken de organisatie. De Griffie en de vrijwilligers die allemaal hebben meegewerkt in de stembureaus en ervoor gezorgd hebben dat wij hier goede verkiezingen hebben gehad. Voor ons ook geldt is, wij hebben ontzettend veel plezier gehad in het campagnevoeren onderling met elkaar en met de andere partijen. Het was gewoon, op sommige momenten was het ook gewoon gezellig en dat mag ook best gezegd worden. Dat is ook belangrijk. Waar ik ook heel blij mee ben is met de steunfractie van mij. Dat vind ik ook wel iets wat de mensen ook wel op de tribune ook wel mogen weten. Als eenmansfractie is het heel lastig om overal maar altijd alles van af te moeten weten. We doen het altijd wel, alsof we alles weten als we hier zitten. Maar dat is wel eens even lastig soms. En dat is heel erg handig en ook heel goed als je een goede steunfractie achter je hebt. Daar zijn we nu een tijd mee bezig. Een goed jaar hebben we dat nu op de rit gezet. En ja, ik wil gewoon bij deze ook mijn dank uitspreken naar deze fantastische groep mensen. De VVD is blij met het behaalde resultaat. We hadden natuurlijk het liefst 2 zetels gehad, maar ja, helaas heeft dat niet mogen gebeuren. En dat gaan we over 4 jaar wel inhalen.
We zijn inderdaad procentueel de grootste stijger. Volgens mij hebben we ook de meeste stemmen in absolute zin erbij gehad. En we hebben een stuivertje gewisseld met D66 van lijst 6 naar lijst 5. Kortom, we zijn tevreden. Voor ons een teken dat we op de goede weg zijn. En ja, als we kijken van hoe gaan we nou de komende jaren invullen. Ja, voor ons, wij zullen positief kritisch deelnemen in deze raad. Ja, onze focus zal zijn op het verder opbouwen van Dalfsen. Maar ook verder groeien en nestelen in de samenleving. Dat is iets wat voor ons natuurlijk, we zijn nog maar kort bezig als groep zoals we er nu zitten. Nou, daar moet voor ons de komende 4 jaar echt de focus op liggen. Dus zien wij coalitiedeelname voor ons in het verschiet? Nee, dat zien we niet 1, 2, 3. Voor ons is het eerst belangrijk om te groeien, onszelf steviger te maken en ervoor zorgen dat we er over 4 jaar ook goed staan. Er komen natuurlijk een aantal dossiers op ons af waar we ons hard voor gaan maken. Denk daarbij aan het verder uitbouwen van het sociale domein, de woningmarkt, duurzaamheid. Kortom, we stropen onze mouwen op en we gaan aan de slag. Gewoon doen. Dank u wel, meneer Veldhuis. En uit uw laatste zinnetje leid ik af dat u nog niet helemaal van de campagne los bent gekomen. Ja. Dames en heren, ik ga de vergadering sluiten. Ik nodig u allemaal uit om felicitaties in ontvangst te nemen. Want ik ben er zeker van dat een heleboel mensen op de tribune u willen feliciteren. Fijn dat u er was en dat u dit met ons hebt willen vieren. En daarmee sluit ik de eerste vergadering van de nieuwe raad. Thank you.